the Kaiser. Fort! 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 De nieuwe kleren van de keizer. Kom hier, joh. Kom. Kom, spelen maar. Hallo daar. Jaren geleden, toen ik jong was, zag en weerkaatste ik veel verhaaltjes. En vertellen kon ik ook best. Ik heb van mijn leven te veel gezien om het allemaal te kunnen vertellen. Maar er is een verhaal dat ik graag in geuren en kleuren vertel. Over een keizer die veel van me hield. Als je het verhaaltje wilt aanhoren, klik dan daar op voorlezen. Ga lekker zitten en ik vertel. Als je zelf wilt meedoen met het verhaaltje, klik dan daar op spelen. Als je naar een bepaalde bladzij wilt, of als je weg wilt uit het programma of het verhaal, klik dan daar op opties. Klaar? Daar gaan we. Dag! Spelen we nou? Kom dan maar gauw. Zoek, klik en vind. Dat kan een kind. Wat klets ik toch? Straks zeur ik nog. Start het verhaal. Er was eens, lang geleden, toen iedereen elkaar nog vertrouwde, een keizer die Praalhans de Derde heet. Hij hield het meest van kleren. Daar kreeg hij wel eens narigheid mee. Oh jeetje, zometeen komt de keizer hier en ze zeggen dat hij in een bar slecht humeur is. Als we niet uitkijken, worden we nog ontslagen. Oh, wat akelig nou. Oh jee, oei, oei. Gauw een pak gepakt dat hij niet kent, niet is gewend. En hoe dan, beste vriend? Wist ik het maar. Geen flauw idee. Maar als het de keizer niet zint, zitten wij in de puree. Nou, volgens mij hebben we een prima collectie. Oh, wat ben ik heden blij. Vandaag een nieuw pak voor mij. Oh, paardje toch. Wat zie je eruit? Je lijkt wel het paard van een schavuit. Geen majesteit die op zoiets rijdt. Fort, fort, fort! Wat staar je daar toch naar de grond? Is er soms iets niet gezond? Niet helemaal rond? Zijn er naaiproblemen? Ha, maar natuurlijk niet. Ik zie hier toch hopen kleren. Alles is piekfijn in orde. Mooi, brave kleermakers. Laat mij maar een prachtcreatie zien. Heb je een nieuwe broek gemaakt? Of een nieuwe jas? Wat is dat, hè? Dat daar? En daar? En daar? Kijk eens hier, majesteit. Het laatste snufje. Een prachtkostuum. Oh, kraaiende huppel. Het maakt me wel slanker. Lang geleden hoor dat ik het uitzag als een blitzekeidle. Weet je wat er gebeurt als de keizer zijn sokken zoekt?
Wat dan? Dan verdwaalt hij tussen al die schoenen. Waaraan kun je zien dat de keizer andere kleermakers wil? Ik weet niet. Waaraan dan? Als hij een nieuw pak bestelt voor de beul. Deze dan. Ik zei wel hopende kleren, maar dit bedoelde ik niet. Oh! Wow! Oh! 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 Een hemd met snoepjes erop geborduurd lijkt mij niks. Hey jongens! Als niemand ons wil, gaan we pleiten. Keizers, Wegwezen. Toen ik een prinsje was, deed ik dolgraag aan dans. Maar dat vonden ze grof, dus ik kreeg nooit de kans. Maar nu ik keizer ben, maakt het niks uit. Zie ik er, zelfs in een jurk, nog piekfijn uit. Dida. Weet je wat er gebeurt als de keizer zijn sokken zoekt? Nee, wat dan? Dan verdwaalt hij tussen al die schoenen. Wat gemeen, jullie twee. De keizer was gek op de markt, met al die geuren, drukte, kraampjes en kleren vanzelf. Op een dag ging hij er nieuwe kleren kopen. En zo trof hij twee vreemde snuiters, die hem een aanlokkelijke verrassing aanboden. Majesteit, wij komen uit een ver land en we zijn diep onder de indruk van uw stad. Wat is hij groot, wat een dikke muur. En wat zijn hier veel mensen, wat zijn ze aardig en beleefd. En toch missen we nog een kleinigheidje. Maar ach, zo belangrijk is het helemaal niet. Oh, dank je. Complimentjes hoor ik graag, vooral van zulke nette lui zoals jullie. Maar vertel me alsjeblieft, wat missen jullie nog? Zolang ik dat niet weet, blijf ik er vast over piekeren. Och, majesteit, ik zal het u zeggen. Zo vriendelijk mogelijk. Want ziet u, uw volk dat is, tja, niet zo best gekleed. Want ziet u, majesteit, waar wij vandaan komen zijn we anders gewend. Louter haute couture. Prachtig. Eindelijk lui naar mijn hart. Ze zien meteen dat mijn volk nog heel wat kan leren als het om uitdossen gaat. Maar wat kan ik eraan doen? Ik heb geen idee. Majesteit, laat dat maar eens over aan speldje en vingerhoed. Dan komt alles in orde. U weet nog niet wat ik hier in mijn tas heb. Een schitterende stof en erg kostbaar. Een bijzondere soort stof, die het verschil laat zien tussen wijze en dwaze.
Als een wijs iemand ernaar kijkt, dan ziet hij de pracht wel. Maar laat hem zien aan een sukkel. Ach, ik zeg maar niets, want er zijn hier toch geen dwazen. Speldje en vingerhoed, ik geef me gewonnen. Maar ik ben een democratische keizer, dus ik moet mijn volk raadplegen. Matten en tapijten, dikke en dunne, koop mijn matten en tapijten. Wil je er eentje uit Perzië? Heb ik. Uit het Verre Arabië, net binnengevlogen. Ik heb Turkse en Russische hier. Ben je arm? Nou, dan heb ik ook wat voor jou. Bent u als een koning zo rijk? Ook voor u heb ik iets. Alle nette mensen zijn klanten van me. Matten en tapijten. Ik denk dat Wetel gaat je wat aansmeren. Koop liever hier, dat zal je niet deren. Appels zijn verstandige snoep. Die toverstof is vast maar troep. Hey, die komt uit een ander verhaal. Hupla, hups. Wat moet je nou met het rare goed? Hier zo, neem maar eens iets lekkers. Water en netmeloenen zijn heerlijk zoet. Echt iets voor u. En boordevol vitamine, deze wondervruchten. Paak best, vindt mevrouw ook. Kleren zijn maar iets tijdelijks. Wat voor leuks hou je er nou aan over? Ze verslijten of ze raken uit de mode. Maar dan de vis die ik vandaag gevangen heb. Majesteit, daar kunt u echt van genieten. Heerlijk lekker. En nog gezond ook. Kom, proef eens van mijn verse vis. De laatste, mensen. Alles moet weg. Wie niet koopt, krijgt er nog spijt van. Kijk eens wat een modieuze spijkerbroek aan. En voel een klats. Ik val til aan geen cent aan. Als jullie maar netjes in de broek komen. Koopjes, zolang de voorraad slijkt. Ach, wonderbare oeroude waarzegster. Tuur eens in je kristallen bol en vertel me de toekomst. Zeg maar wat me te wachten staat. Iets goeds of iets slechts. Wat zie ik? O jee, nee hoor, daar mag ik niet naar kijken. Pardon, die toekomst van u kan ik niet voorspellen. Het blijkt wel dat uw volk nog nooit in een exclusieve boutique is geweest. Als ik u was, majesteit, begon ik hier een winkelcentrum. En in een jaar haalt u uw eerste miljoen binnen. De koopwaar hier is weinig soeps. Ik verheug me er nu al op. Ik ga vast een heel goede koop sluiten. De koopwaar hier is weinig soeps. Dus u ziet wel, beste praalhans, niemand heeft hier iets laten zien dat de moeite is. Maar wij bieden wat bijzonders aan.
Moet u deze stof eens zien. Zo ragfijn van weefsel, dat alleen wie echt wijs is, hem ziet. Dwazen zien loutere lucht. We zorgen voor de stof en voor het werk. En vanzelf snapt uw majesteit wel dat kwaliteit, bestemd voor iemand van uw fijne smaken, niet goedkoop is. Maar beste vrienden toch, geld speelt geen rol. Voor een fraai kostuum zou ik het halve rijk over hebben. Nu ik alles gezien heb wat ze hier te bieden hebben, lijkt het me toch het best als ik jullie meeneem naar mijn paleis. Eerst moet ik even iets regelen. Iets met geld. Keizer Praalhans was totaal ondersteboven. Straks kreeg hij een fonkelnieuw kostuum. Hij riep zijn raadslieden bij zich om te vragen hoeveel hij die kleermakers zou betalen. Wat voor kleur krijgen de knopen? Hoe zal het kostuum staan? Natuurlijk staat het mij prima. Het kleed slank en elegant. Maar als het nou eens ruw aanvoelt op mijn vel, wat wordt het voor stof? Nou ja, in elk geval heb ik hopen geld nodig. Dames en heren, brave raadslieden, zeg daar eens wat over. Wat raad je me aan? Ik sta voor een zware beslissing. Iedereen weet uiteindelijk dat de keizer alles kreeg wat hij nodig had. Ik heb nog ergens een spaarpotje. Daaruit kan ik wel een paar kwartjes missen. Een paar kwartjes? En dat voor een keizerlijke raadsheer. Schaam je. Je bent niet eens bereid om je steentje bij te dragen aan het fonds voor de nieuwe keizerkleren. Dat is net zoiets als tijdens de slag van het slagveld vluchten. Wacht maar, ik ga bewijzen dat jij spioneert voor de concurrerende kleermakers. Ik bewijs dat nog wel. Dat denken valt me zwaar hoor, en toch doe ik het al door. Het lucht me altijd weer geweldig op. Het leger staat paraat en dan zeg ik waar het op staat. Straks geven we de vijand op zijn kop. Presenteer geweer! Mollen! Aanvallen! Peloton! Vuur! Het krijgsplan is oké en alle troepen vechten mee. Wij parieren met de vlag in top. Denk vooral niet dat dit maar een simpel klusje is. De wacht bij keizerskleren eist gewis. Echte beroeps. Ik heb een gewichtige raad voor de keizer. Volgens mij moet hij wat achterdochtiger zijn. Iedereen weet toch wie de ware vijand is die ons aldoor bedriegt? Kun je weten dat de keizerin de was doet? Als de keizer oude kleren draagt. Hoe kun je weten dat de keizerin de was doet
als er in het hele land het water uitvalt. Als we eens kijken in onze boeken, dan blijkt dat nieuwe jassen en broeken meestal maar hangen te hangen in kasten, omdat het toch tegenviel of niet paste. En al doe je iets fleurigs aan of iets nets, morgen is het alweer ouderwets. Je bent een wijs keizer, dus doe niet mee. Ga niet met die domme handel in zee. Verspil geen geld aan deze schurken met hun wonderstof en hun toverjurken. Helaas, al het geld is op. Neem maar wat papiertjes, druk daar mijn portret op en gegarandeerd dat ze overal in mijn rijk als geld worden aangepakt. Gewichtig bericht aan uit het koninkrijk van hiernaast. Ze zeggen dat de koningin daar in haar blootje is gezet. Er zijn overal portretten rondgestuurd van de schurken die haar dat aandeden. Kun jij ze herkennen? Nee. Nou, als je ze alsnog herkent, laat ze dan arresteren. Ik wil eventjes met ze praten. Misschien hebben ze een baantje voor me. Nee, dank je stichtelijk. Ik ben trouw aan zijn majesteit Praal onze derde. Die zou ik nooit verraden. Zeg, Morgana, als ik in het hele land mijn kunstjes ging vertonen, haalde ik vast stapels en stapels geld op. Niet te geloven, toch? Als Morgana, die als spiegel toch zoveel gezien heeft, zo'n mal in tweebrug doet, dan moet het wel liefde zijn. Leuk zeg. Dan kun je al dat geld aan de keizer geven voor zijn nieuwe kleren. Niet te geloven, toch? Als Morgana, die als spiegel toch zoveel gezien heeft, zo mal en dweperig doet, dan moet het wel liefde zijn. Nee? Nou zeg, als ik keizer was, zou iedereen me geld geven om nieuwe kleren te kopen. Dacht je soms dat apen voor de lollen in Naki lopen? Als er geld te weinig is, kijk dan of er te snoeien is. In het personeel van mijn keizerrijk. Wie neemt ontslag? Wie zet ik aan de dijk? Brave raadslieden, ik heb je gehoord. Nu dus aandacht voor mijn keizerlijk woord. Ik, Praal Hans der Derde, verklaar en besluit dat... Al is al het geld onze schatkist uit, ik mij moet en zal steken in het nieuwe pak. En echt niet louter voor mijn eigen gemak. Het gaat namelijk om de staatsveiligheid en niet om hebzucht of ijdelheid. Want wij willen weten wie dom is of wijs. En daarvoor geeft juist dit pak het bewijs. Het is gauw gebeurd. Wie het wel bespeurt, is onnoemelijk veel wijzer, blijft in dienst van de keizer. Wie het niet wordt gewaar, pakt zijn biezen maar. Het geld werd natuurlijk gretig aangepakt. Maar ons tweetal kleermakers had blijkbaar weinig haast met het werk.
Tjonge, wat werken we. Straks gaan we nog zweten. Maar kijk al die luxe eens. En dat heerlijke eten. Voel je je dan niet een beetje schuldig? We voeren toch geen slag uit bij dit klusje? Denk eens aan al dat geld dat we hier beuren. Daarmee zitten we jaren gebeiteld. Weet ik wel, maar toch... Zeg dan niet, dat zeg je altijd. Trouwens, afgezien daarvan... Ik verveel me gruwelijk, echt waar. Is dat alles? Geen probleem toch? We verzinnen gewoon iets om ons mee te vermaken. Ik heb een reuze idee. We stellen een wedstrijd in. Alleen wie ons aan het lachen krijgt, mag de wonderstof zien. Ik moet dit werk op de foto zetten. Mijn plicht als spion van de concurrerende weverij. Waarom schieten ze nou op ons? We zijn toch gewichtige lui? Neem één ding van mij aan, vingerhoed. Betaalt iemand je om te denken? Bedenk dan eens of het om iets belangrijks gaat. Is het belangrijk? Denk dan. Zo niet, dan hangt het ervan af. Als iemand echt betaalt, denk dan. Maar als niemand je denkwerk betaalt, denk dan maar niet. Daar moet ik even over denken. Ik ben niet alleen dwaas, omdat ik de stof niet zie. Ik geloof zelfs dat ik al mijn gezichtsvermogen kwijt ben. Nou, goed dan. Waarom zou het zo toch hard werken? Er is toch geen stof? Makkelijk zat. Dat apparaat wil ook geen dwaas lijken. Ze werken heel hard. Moet je die gorilla's zien? Net als in de film. Zou die de winnaar wezen? Krijgt hij de stof te zien? Zoek je soms amusement? Wil je artistiek talent? Drink uit mij en je bent klaar. Al je wensen worden waar. Wat ben ik blij dat ik zo creatief werk heb. Werken is het enige waarvoor we leven. Je zoekt iets dat je niet had verwacht, waar je niet aan had gedacht. En na even plakken denken, bedien ik je op al je wenken. Dit geintje is altijd leuk, hiermee lach je een deuk. Ik ben niet alleen dwaas. Omdat ik de stof niet zie. Ik geloof zelfs dat ik al mijn gezichtsvermogen kwijt ben. Nou, goed dan. Waarom zou het zo toch hard werken? Er is toch geen stof? Makkelijk zat. Dat apparaat wil ook geen dwaas lijken. De snuiters werken dag en nacht, weven en naaien uit alle macht. En de keizer, die is wel niet in zicht, maar wordt wel dagelijks ingelicht. Ja.
De keizer zat met zijn raadslieden in zijn regeerkamer. Hij wilde graag weten hoe ver de kleermakers waren. Maar hij durfde er niet heen, want hij was bang dat dan bleek dat hij de stof niet zag. Wie zou er voor hem durven gaan? Computer heeft zoveel te tellen, er is geen geheugen meer over voor spellen. Maar de computer is vast wel bij machten om met vereende elektronische krachten uit te rekenen of ik straks wijs blijk, de kleren te zien krijg en dus niet dom lijk. Op grond van alle vergaarde gegevens... In bestand 393-7 bereken ik als wat de keizer zien zal. Niks, niets, louter lucht en niemendal. Dus iedereen kan nu wel merken dat computers zo dom zijn als een leeg vat. Wie wil voor me kijken, eventjes gauw, wat die kleermakers weven op hun getouw? Zelf kan ik niet, want ik moet regeren en het ontwerp van het volgend pak proberen. Mijn zoon, luister eens even naar je moeder. Al ben ik het maar. Hoor toch eens wat ik ervan vind. Want moederharten zijn niet blind. Je moet van mij vaak nog iets leren. Al wil ik echt niet meer regeren in al wat omgaat in de staat. Daarvoor is de ministerraad. Kies iemand, luister wat ik zeg. Dicht aan je hart, maar toch ver weg. Ik ging meteen, dat staat wel vast. Maar die wachter hier, die houdt me vast. Ik wilde ook wel, maar moet helaas passen. Eerst moet ik even de borden wassen. Denk jij nou echt dat we dat zomaar slikken? Jij, borden wassen, laat me niet stikken. Je denkt de keizer zeker te paaien door voor hem te koken, wassen en naaien. Als jij hier kookt en de kleren wast... ben ik binnen 3 tellen opgekrast. Ik zou wel willen, maar ik moet net even mijn make-up doen. Wat is dat weer een treurig smoesje. Mijn zoon heeft een zwak voor leuke toetjes. Ik weet geen smoes, niet leep of dwaas. Dus weet het hele rijk helaas dat ik een arme sukkel ben en zelfs geen domme smoesen ken. Maar ach, mijn brein is wel een zeef, maar Praalhans was mijn opa's neef. Weet jij waarom de keizer het weven niet zelf controleert? Waarom dan? Hij is bang dat de kleur tegenvalt. Weet jij waarom roken overal verboden is? Nee, waarom? De keizer is bang dat zijn kleren in brand vliegen. Majesteit wil toch zeker niet dat ik ga? Nee. Voor die klus is mijn rang veel te hoog. Ik heb ontelbaar veel manschappen en de puikste cavaleristen. Als wachters kunnen die meegaan met iedereen die het weven moet controleren.
majesteit, majesteit. Ik ben maar een simpele kok. Als u wilt, ga ik maar altijd graag. Als ik wel met iets in mijn maak. Wie maakt dan de soep en de zure zult waar uw majesteit zo van smult? O majesteit, stuur mij toch niet. Ze vinden me toch al dom, tot mijn verdriet. Heb toch medelij met deze vrouw en stuur een ander naar dat getouw. Ik zou best willen gaan, makker, majesteit. Maar u ziet wel, ik wil graag, maar mijn voeten zitten vast. Hey, nar! Ik krijg nog 2 kwartjes van je, voor je lijm. Oh jee, wat heb jij in je hoofd? Zaagsel soms? Of geweervet? Kun je niet eens iets geheim houden? Ik loof voor volgend jaar een prijs uit voor wie gaat van snoep en ijs. Ik heb nu alle smoesjes aangehoord en sta versteld. Al geef ik toe dat ik ook zelf een beetje bang was. Niemand ontdekt graag zoiets van zichzelf. Oh jee, ik ben dus niet zo slim. Dan ga ik wel even kijken gauw of ik wat zie op het weefgetouw. Maar pas op meiden en onthoud, na mij komt vast wel nog een vrouw. Het werd donker en de vreemde snuiters verveelden zich al gauw in hun kamer. Opeens werd de stilte verstoord door geklop op de deur. Kom binnen. Goedenavond samen. En? Schiet het weven al op? Het gaat prima, dame. En met wie hebben we de eer? Ik ben een van de ex-vrouwen van de keizer. In mijn vrije tijd doe ik aan toveren. Ik kwam even zeggen dat iedereen razend nieuwsgierig is naar wat jullie doen. Wat voor kleur worden de kleren? Als tovenares bent u vast wijs en knap. Dus de stof is voor u een zichtbare lab. Voor u is het zien van kinderwerk niet zo'n toer als het is voor een domme vlerk. Of ziet uw hoogheid niets van het gedoe? Dat zou ook best kunnen. Geef het maar toe. Wat een vrijpostig idee van jou. Zou ik niks zien van dat keizerlijk blauw? Schaam je, vlerk. Dat briljante doek. Als ik meteen weer de keizer opzoek en vertel van die prachtige kleuren erin, maakt hij me vast weer tot keizerin. Zullen we nog een glaasje drinken? Proost! Nou, dat was prima. Eerlijk waar. Ze trapte erin. Het komt voor mekaar. Nog eentje die denkt dat ze leep is.
Kom nou, die wil het kunstje afkijken. Ik hoorde dat er in oude kastelen achter de schilderijen nissen zitten waar je je kunt verstoppen om anderen af te luisteren. Ja, dat was zo. Maar vast niet in het kasteel van deze keizer hier. Hé, hey, kun je hier nog ergens nieuwe garen krijgen? Geen idee. Het oude raakt maar niet op. Zullen we nog een glaasje drinken? Proost! Hé zeg, dat vorige kostuum dat we maakten, leek dat nog wat of had je soms last van je ogen? Ik verstond je niet. Laat ik dan voorlopig even zeggen, zie je wat je voor je ziet? Ja, wat dacht je? Soms dat ik een ezel ben? Dus opgewekt en blij van zin, ging het tweetal weer aan de slag. Er zit nog wel een raadseltje in. Wat zegt de ex-keizerin dat ze zag? In spanning wachtte de keizer op wat zijn vrouw zou zeggen. Hij probeerde wel kalm te lijken, maar hij zat in de rats. Waren er echt kleren? Of was het maar zwendel? Dames en heren, ik heb de eer u aan te kondigen de komst van de geest van de vierde vrouw van Zijne Majesteit, de enige echte wijze tovenares, vrouwe Pralina de Grote. Keizerin lief, je bent weer hier. Mijn prima Pralina, keizerin vier. Tovenares van wereldfaam. Lieveling, waar kom je vandaan? Vertel op, hoe gaat het geweef en genaai? Vertel op, is mijn pak al klaar? Wordt het vrij? Praalhansje lief, wat een vleierij. Al die complimentjes voor mij? Jammer dat je dat nimmer deed voordat ik helaas overleed. Maar nu over wat ik daar ginder zag. Is dat alles? Maar vertel me toch meer. Of het luchtig of zwaar is, of sterk is of teer. Nu het werk bijna klaar is. Majesteit, alsjeblieft wees niet boos. Wat ik zag, het maakte me sprakeloos. Keizerin nummer 4 had weinig verklaard. En Praalhans voelde zich dus bezwaard. Vader des vaderlands, maar net zo beklemd als het kleinste kleutertje zonder hemd. Hij zat rechtop in bed, met peinzend gezicht. De stakker deed nu geen oogje meer dicht. Wie kon hem weer in slaap laten soezen door met hem over de kleren te smoezen? Hé, hey, een nieuw model. Dat breng ik naar de concurrentie. Oké, waarom al die herrie? Was louter een veiligheidscontrole. Ooit was u een baby, ik weet nog wel. Een mini.
je keizertje, roze van vuil. Ik stond hier s'nachts als een goede sul. En u werd dan wakker met veel gebrul. Luidkeels janken deed dat wicht. Totaal uit de slaap, het was geen gezicht. Ik krijg het daar altijd moeilijk mee. Van toen ik een jochie was, lang geleden. Wat had ik toch? Waarom deed ik dat? Hebben andere keizers dat ook gehad? Ach, met prins in het buitenland is vaak ook iets aan de hand. Weinig slaap de nacht voor de strijd. Maar hoogheid had altijd narigheid. Met woelen in bed, zwetend en klam. Als de volgende dag de kleermaker kwam. Er zijn wijsjes waar zelfs een spook bij het slaap valt. Ja, nu ben ik echt doodmoe. Toen ik zijn vrouw was, sliep hij aan één stuk. Zal best, hij verveelde zich een ongeluk. Die eerste vrouw van mij, weet ik nog best, was altijd blij, niet als de rest. Ze hielp me slapen als een roos. Toen was er nog niks los. Dank je voor je compliment, Praalhans. Wel ja, vertel dan maar eens met wat voor verhaaltjes hier de keizer dan zo vermaakte. Zeg, hoogheid, voor we door het lint gaan van het proberen en om je bed staan, waar sliep je vroeger in? Alsjeblieft, geef me mijn zin. Joepie! Dat kun je beter vragen aan mij. Want toen ik nog hier lag aan zijn zij, hebben we zowat alles gedaan om hem onder zeil te doen gaan. We hebben gezongen en pootje gebaat. En weet je wat hem ten einde raad in slaap deed vallen zonder gemor? De naaimachine en zijn gesnor. Wil Hoogheid niet liever mijn kamer zien? Neem de sleutel maar, het is nummer 10. Zodra u er bent en de deur open staat, ziet u een prachtig pak van de juiste maat. Er is ook een onderbroek en een schoon hemd. Alles echt voor u geknipt en bestemd. Ik heb er zoveel hartzeer van, dat mijn keizer maar niet slapen kan. De keizer woelde van de spanning, tot hem opeens een licht opging. Hij dacht, vrouw Vier zag het toch ook? En die was, tja, zeg maar een spook. Voor haar was het geen hindernis. Dan zag hij ook, dat was gewis. Gelijk besloot hij, ik ga erheen. Zij zag het ook, zou ik dan geen... Hij snakte en verlangde naar de wonderstof, nu bijna klaar. De stof die weldra zou verkeren. De keizer nodigde Jan en Alleman uit om de textiel te komen zien. Zijne majesteit roept te 10 uren het ganse hof bijeen ter bezichtiging van de stof. Zegt het voort. Doorluchte majesteit, wij hebben thans de eer
u de nieuwste uitvoering te tonen van onze wonderstof. Lieve help, wie had dat gedacht? Dat ik, telg van een oud geslacht, niet zie wat er zeker is. Die stof is ijler nog dan mist. Ik een dwaas, nee toch verdraaid. Vast iets dat weer overwaait. O Praalhans de Goede, mede bekendstaand als opgedirkte Hansje, sta mij toe u erop te wijzen dat dit de laatste mode is van iets helemaal nieuws. Tja, vanzelf, ik zag zodra ik keek, maar elke onderlegde leek ziet ook dat er nog wat ontbreekt. Maar natuurlijk, hoogheid, je hebt vast gelijk. Maar kan uw majesteit dat niet preciezer zeggen? Dat wil je vanzelf graag. Maar och, zie je niet vandaag. Want ja, juist op dit moment ben ik een druk bezette vent. Zulke kwesties, geef die maar aan mijn knappe raadslui daar. Die stof? Hè? Ja, wat moet ik? Och, mijn eerste indruk is dan dat ik er niks van zeggen kan. Maar wie weet zal het beter gaan als ik er anders voor kom staan. Even stil dus. Goed. Ik spreek. Die stof waar ik net naar kijk. Ach, ligt vooraan in mijn mond. Lijkt op niets dat ooit bestond. Kalm maar, majesteit. Dat pak staat u straks geweldig. Hé? Wat? Zie je aan dat de keizer nieuwe kleren wil? Als hij alle oude in de vuilnisbak gooit. En nu woont in Rio. Hij droomde van roem en succes bij een film en op tournee. Nu leeft hij van een handeltje in olie en in mee. Iedereen heeft vast wel eens gehoord van Juanita. Die mooie meid waar zoveel lijkt, geen woning voor verlieten. Haar dromen waren simpel en ze was al gauw content. Nu leeft ze van muziek en dans en zingt in onze band. Brrr!
keizer van dit plaatje was de allerbest geklede. Hij kocht zijn kleren allemaal uit buitenlandse steden. Hij maakte al het geld op dat zijn volk had opgebracht. Nu staat hij nu dan kijk voor ons, is het dan geen pracht? Niet. Hoe staat het met jullie ogen? Kun je de stof nog zien zonder bril? En jij dan, kijker? Wat zie jij? Of zeg je al even weinig als wij? Als beroeps moet ik u raden te letten op sterkte van stof en naden. Daar gaat het om. Maar nog meer kan ik niet zeggen deze keer. De staatsveiligheid weerhoudt me daar. Verder dus geen commentaar. Wat een heisa hier aan het hof. Het is toch doodnormale stof? Iedereen draagt zulke hemd. Als je pas geboren bent. En je draagt, leer dat ook van mij. Ook zo'n hemd aan gene zij. Wees maar gerust, majesteit. U bent in goede handen. Ik zeg het eerlijk, luister maar. Ik zeg het luid en klip en klaar. Die stof laat mij in het ongewisse. Zo nu hoeft niemand meer te gissen. Foei, wat is iedereen slecht. Het moest eigenlijk niet mogen. Niemand hier die ronduit zegt. Dit vertoont zich aan mijn ogen. Terwijl iedereen kletste en maar wat zwetste, zat Praalhans te zwijgen, zonder woorden. Tot hij plotseling sprak en alle dit hoorden. Nu is het welletjes, gaat allen heen. Ik wil de kleren passen, alleen. Zoiets doe je niet voor publiek. Zelfs bij een keizer is dat niet chic. De raadslieden stonden voor het raam en allemaal deden ze net of ze de nieuwe kleren van de keizer konden zien. Want ze snapten wel, dit was geen ogentest. Maar wie was in wijsheid het best? Majesteit, ik merk dat ik het om de taille wat moet uitnemen. Maar de taille deed ik toch? Ai! Vooruit, opzij. Ach. Ik zei toch opzij? Ah. Dat was per ongeluk. Mij kun je niet voor een shot houden. Ik zie die kleren net zo duidelijk als de zon. Waar zie jij
kereltje. Dat is toch zomaar een uitdrukking, een sukkel? Als er iemand is die niks ziet en een sukkel is, dan jij wel. Weet toch iedereen? Hier spreekt uw generaal. Hier spreekt uw generaal. Ik heb de kleren van de keizer nauwgezet onderzocht en ik beveel dat we ter verdediging van de keizer meteen een peloton laten aandrukken. Spion rust op mij een zware taak. Kom, ik waag erop. Is het deze moeite wel waard voor die paar centen? Voor mijn part krijgen deze twee de schatkistsleutel, want daarmee kunnen die kleermakers elk seizoen hun fraaie kunsten blijven doen. Dan maken ze telkens van die stof, waarvan ieder zegt, tjee, wat een bof, dat onze keizer de fraaiste is. Voor mij mogen ze het onderste uit de kist. Ik zal, dat lijkt me toch het best, hier blijven kijken naar de rest. Wat doen zo al de raadslieden? Ja, laat ik ze maar eens bespieden. Er is dus nog wel hoop op aarde, want men is nog steeds begaan met allerlei dat is van waarde. En vraag dan wat trek ik me aan, maar wat zie ik in dat hof? Ach, een pak van fraaie stof. Ik weet niet hoe het binnenging, maar hoorde wel duidelijk één ding. Dat ieder het werk van het wonderpaar, die kleren dus, zien kon. Zonneklaar. Ik wacht nu maar vol spanning af. Of Praalhans ook wijs is. Of is hij maf? Brak de lang verwachte dag dan aan. Zijne majesteit deed weldra zijn nieuwe kleren aan. Wie zag ze en wie zag er geen? Tja, dat was wel een probleem. Goedemorgen, majesteit. Goedemorgen, majesteit. Goedemorgen, majesteit. Nu gaat een elk de keizer vragen of het nieuwe pak hem kan behagen. Gespannen wachten groot en klein op wat het antwoord dan zal zijn. Blijkt Praalhans iemand van verstand? Of staat een dwaas aan het hoofd van het land? Pas niet eens bij de nieuwe kleren.
is kleding van heden toch licht geraakt. Vooral wanneer voor vorsten gemaakt. Draag je slechts nieuwe, zijn de oude ontzet. Ze gaan er vandoor en het is uit met de pret. Zeg je het spijt me, ik was even dom, dan vergeven ze je en ze komen weer om. Hey, kan iemand me vertellen wat er zo lollig is? Je ziet er zo belachelijk uit. Luister eens, praaltje, ouwe reus. Iedereen ziet er wel eens belachelijk uit. Oh, oh, oh! Ziet hij er niet geweldig uit? Majesteit, fluistert u eens in mijn oor. Is het voor zomer, winter of het hele jaar door? Ik weet het nog niet. Wat vind jij? Ach, sire. Nu bent u in de war. Welke keizer vraagt nou advies aan een nar? Waarom zo bevreesd? Eerbiedwaardige vorst, gepraat kost geen duit, dus leg ons snel uit. Wat vindt u van de stof die ons zoveel kost? De kleding is prima, ik ben heel tevreden. Maar kiezen blijft lastig, mijn vader kijkt mee. De traditie luidt in mijn oude geslacht, dat er nu eenmaal van mij wordt verwacht, dat ik, als de drager van deze kroon, geen uitspraken doe in eigen persoon. Dus je begrijpt, het is soms niet fijn om hier in dit land de keizer te zijn. O majesteit, hierbij laat ik horen dat elke straat vol staat en zelfs elke toren om een glimp te zien van een nieuwe kledij. Maar vergis u niet, ik hoor daar niet bij. Ach. Waarom vertel je dat mij? Ik heb het te druk, dat kan er niet bij. Laat ze het maar mijn raadslieden vragen, die zijn daarvoor. Dat zou mij behagen. Ach, majesteit, heeft u soms voor mij een goede beschrijving van uw nieuwe kleedij? Dat is staatsgeheim dat ik niet loslaten wil. Verzin zelf maar wat. Wie merkt het verschil? Oh, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Ze zitten als gegoten. En u ziet er zo jong uit. Trek ze aan. Kijk eens hoe slank ze afkleden. De kleren zijn prachtig. Precies naar mijn zin. Ik wil nog zo'n stel voor mijn lieve vorstin. Van al dat geweef word ik vreselijk moe. Maar rusten, dat laat mijn werk nog niet toe. En dan nu het uur der waarheid. Alles is af. En hier is het dan. Oh. Ja, ik weet niet. Is de stof wel flink sterk? Want vergis je niet, keizer zijn is zwaar werk. Wow.
Hij gaf me een zoen. Wat zeg je daarvan? Ik vind de keizer een schat van een man. Hij holde naar buiten, riep uit volle borst. Beeldig, gewoon prachtig. Geknipt voor een vorst. Maar wat bedoelde hij toch met wat hij net zei? Bemint hij zijn kloffie? Of houdt hij van mij? Vlug ging het van mond tot mond en iedereen deed ervan kont. Een nieuw pak voor onze keizer. Wie het ziet is heel wat wijzer. Allemaal wilden ze vooraan. Kwam de keizer er al aan? Zag iemand iets? Of zag iedereen niets? Vandaag, geliefde onderdanen, bijeen op straat en voor de ramen, sta ik nu hier midden op straat en toon u trots mijn nieuw gewaad. Met dit kostuum, fraai en charmant, scheid ik nu domheid van het verstand. Wie ziet deze zaak van groot gewicht, of blijkt tot slot toch geen groot licht? Want dom en dwaas zien immers niet dit prachtig pak waar ik van geniet. Och, keizer Praalhans, die mannen zijn naar. Uw kleding is immers van het vorige jaar. Het pak dat zich nu rond uw keizerslijf spant, dat heb ik ontworpen. Het is heel erg gênant. Ook ik zie het pak in zijn schitterende pracht. Oh la la, wat fantastisch. Wie had dat verwaakt? Ik trek een fles open en neem nog een glas. Want ik heb wat te vieren, ja, ik ben zier in mijn saas. Ik zie zeker het pak dat de keizer omhult. Staat het niet op de foto?
dan buiten mijn schuld. Zorg nu maar dat mijn kleren erop staan, anders laat ik jouw hoofd er nog afslaan. Ie, zo hé, wat een tof hempie. Ik wil er ook zo eentje. Ie. Jee. Wat een mooie lap stof. Eens zien of ik wat kan bestellen voor mijn boernoes. Iedereen ziet dat dit echt schitterend spul is. Zo hé! En dan al die kleuren! Zij zijn al erg veel zijn! We zien er helemaal niet zo nieuw uit! Zijn ze zo weggaan? Zo hé! En dan al die kleuren! Zij zijn al erg veel zijn! We zien er helemaal niet zo nieuw uit! Zijn ze zo weggaan? Praalhans toonde vaker een gloednieuw gewaad en dat heeft zijn status nog nimmer geschaad. Maar dingen zijn niet altijd zoals ze lijken. Wat je merkt als we het volgende plaatje bekijken. Iedereen deed opgetogen en prees het schouwspel voor zijn oog. Maar er was er één die lachte zich ziek. Gewoon een jochie in het publiek. De keizer loopt in zijn nappie. Hij heeft niks aan. Vervelende kind, het is toch een schand dat zo'n dwaas vrij rondloopt hier in mijn land. Ik heb ook een pak dat een dwaas niet kan zien. Kijk maar. Keizer uitjouwen, wat vreselijk brutaal. Het moest toch niet mogen, het is een schandaal. Hij staat in zijn naki, zo roept men al om. Dat is toch een vergissing? Ze zijn gewoon dom. Ik heb echt gefaald. Ik had het niet door. Ik stel als spion blijkbaar niet zoveel voor. Mijn beste keizer, u moet toch beamen, een man van uw status, die dient zich te schamen. Wel heb je nu ooit? Ja zeg, sapperloot, de keizer. Die vent geeft zich helemaal bloot. Ah,
En dat was dus de stof die ik graag wilde kopen. Maar goed dat ik die kans toen heb laten lopen. Ik sta nu wel heel erg in mijn hemd. Alweer een vorstelijk schandaal. Och, arme Praalhans. Wat had hij het zwaar. Ik wilde hem redden. Ik vond het zo naar. De boeven, die waren al lang aan de haal. We schaamden ons dood voor dit nare schandaal. Je weet wel hoe een nieuwtje rent. En de poets was in een wip bekend. Menigeen had beweerd dat hij wat zag. Maar vooral Praalhans betaalde het harde gelach. En wat valt hier nu van te leer? Dat je je nimmer moet generen en dus maar zeggen moet wat waar is. Al denk je dat het dom of raar is. Of je nu viswijf bent of keizer, je vak maakt je niet dom of wijzer. Ga niet uit trots of schaamte liegen, dan zul je slechts jezelf bedriegen. Wat onze Praalhans hiervan leerde? In elk geval, hij emigreerde. Nu woont hij waar geen mens hem kent en voelt zich daar een hele vent. Hij is nu baas van een boutique. Met modekleding, heel uniek. Hij naait die zelf voor jong en oud. Naar het paleis terug, voor geen goud. En het kleine joch met zijn geroep, wat werd die later van beroep? Minister in het kabinet van waarheid. Zo is het maar net. Thank you.